Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En we gaan weer verder vanaf deze mooie plek. Deze mooie aanrader die jullie natuurlijk in de vorige vlog al hebben gezien. De geitjes die hebben lekker gegrazen. De werklui zijn daar nog bezig. En wij zijn bijna klaar om te gaan. Frankrijk in. Niks mis mee met dit water hier. Zo koud en schoon. Ik denk gewoon puur bronwater. Ja, denk echt super. Super, super. Kijk, daar gaan de varkentjes weer. Drie biggetjes. De drie biggetjes. Kneer, knar en knar. Leuk hoor. Echt leuk. Onze navigatie is er mij uitgeschreden. Gescheeën. En we weten dus niet waar we zitten. Maar we wachten wel tot we weer een beetje internet hebben. We zijn ongeveer 30 kilometer van de bestemming. Niet een park for night, maar een camper car park plek. We zullen er vast wel komen. We zijn eigenlijk de hele, sinds het vertrek al aan het passen rijden. En dat gaat door, denk ik, totdat we op de bestemming zijn. Dan zijn we wel toe om een beetje relaxen en ontspannen. Beetje minder. Hallo, hé. Kilometer hebben we voor lul gereden, Leo?
125. 125 kilometer voor lul gereden. Potverdorie. We reden naar een camperplaats. Via de Franse sites. Hebben ze halverwege, bijna bij het eind, hebben ze de weg afgesloten. Konden er niet omheen, want er waren tunneltjes van 2,75 meter. En we zijn 3 meter. Konden dat hele pokken in terugrijden. Ja. 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 Maar goed, nu hebben we weer een andere plek gezocht. En dan moeten we nu nog 12 kilometer. Tjonge. Nou, kan je wel zeggen, hè? Klotezooi. We zouden nog heel weinig kilometers gaan rijden vandaag. We hadden zoiets van, nou joh, we doen maar iets van 166 kilometer. Nou, niet dus. Dat zijn een stuk meer geworden. Maar het is nu, hoe laat is het eigenlijk? Ik weet het niet eens. Kwart over vier. Oh, het is kwart over vier. Nou, we hadden er al om 2 uur kunnen zijn. Ja, maar we zijn weer terug bij de grens. We zijn weer terug bij de grens. Nou, lekker dan. We gaan straks gewoon lekker parkeren. Ik ga Leo's schouders een beetje losmasseren. Ja. Want je hebt hele stijve schouders. En dan gaan we wat wijntje of een biertje nemen. Hé Leo? Ja. Ja. Nou, Luc is het ook zat. Maar ze heeft zich heel goed gedragen ondertussen. En wij gooien de camera nog even om voor jullie. Op naar de volgende plek. Er zijn hier wel weer bergen met besneeuwde toppen. Nou, dat is dan wel weer mooi. Hier rijden we op de T10A en dit is een heel groot militair fort. Nou, is het hier mooi of is het hier mooi? Ja, dat is zeker mooi. Prachtig mooi. Sla rechtsaf naar Tienis trekken, we zijn er. Het is een mooie plek. We hebben natuurlijk stroom, dat zit bij de parkeerkosten in. En we hebben nog een zonnetje waar we nog even lekker in kunnen zitten. Daar heb je de skilift. En Lux die heeft zoiets van, oh, ik wil daar wel eventjes kijken. Dan heb je het weitje en dan kan je zo naar beneden rollen. Skiën gaat niet, dus dan ga je maar rollen. Dat deden we als kind, toch? Jullie ook? Oké, relaxen. Staan we, zijn weer vertrokken van onze camping car park. Rechts afslaan naar Rue General de Gaulle. Hier heb ik net ook met Luc gelopen. En hier zijn de containers voor de mensen die volgende keer hier ook willen gaan staan. Back.
We zijn op onze bestemming bij het wuin. Nee, Luc, jij mag niet naar buiten. En ik ga jullie even het een en ander laten zien. Met één hand. Leuk wijnhuis. Het is een gratis plek. En natuurlijk doen wij wat in de pot. Want het is gewoon het minste wat je kan doen. We gaan ook een rondleiding doen. En wat wijntjes proeven misschien wel. Dus dan kunnen we ook wat kopen. Hier ook allemaal mooie wijnplekjes. En er is een half uurtje geleden is er nog een campertje bijgekomen. Hier zal de winkel wel zijn. En de zitjes. Hier nog meer plekjes. Voor kinderen ook hartstikke leuk. Ik ga jullie even de wc in de badkamer laten zien, of de douche die we kunnen gebruiken. Die ze speciaal voor de mensen van Park van Hout en de bezoekers hebben gemaakt. Kijk, goed, wastafeltje, zeepje, het potje waar geld in kan. Zit een goed slot. Ze zouden je handdoeken kan je ophangen. Je shampootjes kan je gewoon op de grond zetten en het is een prima douche en toilet. Het is een beetje winderig buiten. Het is, geeft aan 33, maar het is niet prettig. En morgen als we weer naar de volgende bestemming gaan, dan hopen we dat de wind wat minder is. En dat we gewoon lekker op ons gemak de snelweg kunnen volgen. Want met wind is dat niet prettig. Deze plek moeten jullie onthouden. Kijk straks maar eventjes in de beschrijving waar dit is in Frankrijk. Morgen vertrekken we richting Lyon om daar weer een plekje te zoeken. Denken, dat lijkt wel zo groot als een huis. Zo. Hier gaan ze dus de wijn mee roeren. Elke keer als het iets om Tom gaat. Om de samenstelling te roeren. Of met de voeten. De verpakkingsafdeling. Dat zijn de wijnvaten. Dat is een hele grote. Those ones they are used like tanks to make wine in it. Okay. I put them in here. Heel veel. Depends. Yeah. Wijn. After 1 year, some are put in bottles and some spend 1 or 2 years. Dit is een hele leuke tank. It's really dry now. Want yeah. And you can. Er zit wijn in daar. Dit is echt geweldig, hè? So there is wine from 1998. Yeah, here. Okay. So we zijn er weer klaar voor. We gaan een beetje richting Lyon, maar we rijden niet te ver. Want er staat een behoorlijke wind. En dan hebben we geen zin om op de snelweg te rijden, maar we rijden gewoon lekker
binnendoorweggetjes. Dus tot later. Daar gaan we weer. Naar de volgende bestemming. Camperplaats. Pasje voor de. Pasje hebben we hier. Sla rechtsaf en de bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Zo. Gaan we eerst maar even lekker water vullen. En Leo die gaat vuil water lozen. Prachtige mooie plek hier. Tuurlijk. Tuurlijk. Kom maar, Luc, kom er maar uit. Zo, even verzorgen. Even een rondje over het terrein. Kijk, daar komt hij. En nou gaat hij helemaal goed. Geen bomen waar we in vast kunnen blijven zitten. En hoe vind je het hier, Luc? Leuk? Ja, hè? Je hebt wel lekker gesnuffeld, hè? Mooie natuur hier. Helemaal lekker. Je stroom erin. Super, super fijn. Neem jullie even mee naar deze mooie plek. En ze hebben hier ook wat vakantiehuisjes. Het is ook een mooie natuur ook, hoor. En we gaan even kijken bij de toiletten. Maar daarachter, die bomen, heb je ook nog wat vakantiehuisjes. Even een toertje. Er staat er een open, dus die gaan we maar eventjes bekijken. Ziet er schoon uit, er is wc-papier. Niet onbelangrijk. Kijk, dat is een... een staander. Ik ben blij dat we niet op ons hurkjes hoeven. He, die is dicht. En deze is ook dicht. Oh, er zit iemand op, denk ik. Lucky kom. Weer vakantiehuisjes. Het is een mooie omgeving, hoor. Hier de containers. Niet onbelangrijk. Kijk eens, het is dus een camping geweest. Receptie. Entree. Met camerabeveiliging. Ja, camping. En hier hebben we dus de douches en de wasbakken. Deze deur staat gewoon open. Invalide douche. Kijk, ziet er netjes uit. Kan niet anders zeggen. En hier heb je nog een wasbak en een douche. Nou, wat ruim. Wat ruim. Geen muntjesautomaat, fijn is dat, hè? Hier kan je nog het een en ander afspoelen. Wasbakken. En hier weer een douche. Dus 1, 2, 3 douches. Nou, dat is voldoende. We hebben tenslotte maar 1 nodig. Dan gaan we lekker naar Leo toe en dan gaan we een bakje koffie zetten, jongens. Hallo beste kijkers, ja, daar ben ik weer. Yvonne is lekker bezig met de vlog geweest en ze heeft het bijna af. Dus dit is zo'n beetje het einde van de vlog. En nou, die harde wind van waar we het vanmorgen over hadden toen we daar vertrokken. Nou, dat blijkt dus die beroemde Mistral te zijn. Want de eigenaresse van het wijnchateau die zei,
Wij hebben hier van de alle weken van het jaar hebben wij 54 weken deze wind. Dus dat is, dat zijn van die vlagen. Harde vlagen wind. En dat is de Mistral die je dus altijd tegenkomt als je in de buurt van Perpignan op de Route Nationale rijdt. De Route du Soleil. Dan ga je naar Spanje toe en dan krijg je in één keer bij die Pyreneeën, krijg je van de, ter hoogte van Perpignan, krijg je van die windklappen. Nou, dat komt, en ze heeft het keurig uitgelegd. Ze zegt dat komt door de hoge bergen van de Pyreneeën. En dan krijg je dus een soort trechters van hoge druk en opbouw en valwinden. En ze zegt, dat is het hele jaar door. Nou, ik zou er niet willen wonen. Alleen al vanwege de wind niet. Maar goed, dit was dus eventjes over die harde wind van vanmorgen. Dus dat is dus die Mistral. En hiermee sluiten we dus ongeveer zo'n beetje deze vlog af. En in de volgende vlog kunnen jullie de voortgang van onze reis zien. En we vinden het leuk dat jullie gekeken hebben. Dus, en als jullie het leuk vonden, dan willen we dat graag zien in een duimpje. En Yvonne zit iets te gebaren, maar... Misschien wil Luc ook nog dag zeggen. Oh, Luc, die wil ook dag zeggen. Kijk, zo, even met de pootje. Dag! Nou, tot de volgende vlog.